Welkom, leuk dat je weer kijkt naar de enige echte NEC-update richting de wedstrijd van zondag. Want dan sluit NEC het Eredivisie weekend af. Hierachter tegen PEC Zwolle om 8 uur wordt er afgetrapt hier in de Goffert. Komen we zo meteen op terug. Eerst nog even naar afgelopen zondagmiddag. Het was druk. Er stonden enorm veel fans hier. Want ja, er was weer eens een keer gewonnen in Arnhem. En toen zeiden supporters tegen mij: Maurice, die Mees Hoedemakers is niet naar voren geroepen. Dat moet jij nog even doen. Je moet hem even bedanken nog voor dat doelpunt. Nou, bij deze. Nee, het was echt prachtig dat al die supporters er waren. En uniek moment denk ik voor de club. En het was echt prachtig om daarbij te zijn, ja. Ja, want ik zei het ook al bij mij in de uitzending. Eigenlijk maakte jij de belangrijkste, want na die 1-0 knakte het gewoon. Ja, ik snap wat je zegt. Ik denk inderdaad dat deze ploeg, Vitesse, heeft natuurlijk een lastig seizoen. Dus ik denk dat ze op zich in het begin natuurlijk goed begonnen, dat ze wel geloof hadden. Maar ik denk na die 1-0 krijgen ze natuurlijk best wel een mentale tik dat ze zo hard werken en anders nog achterkomen. Ja, ik weet hoe dat voelt. Ik heb bij Cambuur ook meegemaakt. Dus ik denk dat het zeker een belangrijke goal was voor hun. Dat hun daar mentaal wel echt een aardige tik van kregen. Ja. Ja, en dan was er vandaag nieuws vanuit de Goffert. Want trainer Rogier Meijer, we melden het eigenlijk al afgelopen maandag in de update, blijft bij NEC. En vandaag werd dan duidelijk dat hij voor 1 seizoen heeft getekend. Rogier, gefeliciteerd nog een jaar bij NEC. Ja, dankjewel. Blij mee, absoluut. De keuze, ja. Er ging van alles rond. Het was nu het moment om wel te gaan. Sommigen zeiden nee, blijf alsjeblieft. Waarom heb je deze keuze gemaakt? Nou, in eerste instantie omdat ik gewoon heel blij ben met de manier waarop we werken. Ik werk voor een mooie club. Ik ben trots om trainer van NEC te zijn. Ik denk dat we als club en als elftal hele goede stappen hebben gemaakt. Nou, en als je dan met elkaar daarover praat en je hebt nog steeds vertrouwen in een samenwerking, dan is die keuze eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het was misschien ook wel een moment om misschien een beetje te oogsten. Want ja, als je zo goed doet als trainer, ja, dan is die stap naar een andere club ook wat makkelijker. Ja, misschien wel. Maar misschien is dat volgend jaar nog wel beter of op een nog betere manier. Dus daar heb ik... Natuurlijk denk je daarover na. Alleen je denkt ook over na wat je hebt. En je denkt er ook over na hoe we hier werken. En je denkt er ook over na welke ambitie we hebben richting de toekomst. Dus ja, die keuzes weeg je af. En er zijn best wel clubs geïnteresseerd geweest op dit moment. Alleen ik heb met NEC gesproken. En toen heb ik ook gezegd, nou, op het moment dat wij met elkaar spreken, dan hou ik me daarbij. Zouden we er niet uitkomen, dan kijk ik naar andere dingen. Alleen... Ja, mijn gevoel was is goed bij NEC. En ik heb het vertrouwen in dat we volgend jaar, nou, of we weer de bekerfinale halen en weer voor plek 5 spelen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval de stappen kunnen zetten die we willen zetten. Ja, en die blijdschap die zat er misschien de zondag al een beetje in bij Rogier Meijer. Want ja, kijk nog even naar deze beelden. Nooit meer naar Arnhem. Ja, zo zien we Rogier toch zelden. Nee, jullie kennen me zo niet. Maar, nee, ik heb gehoord dat het wel in je zit, hè? Absoluut, maar toch. Nou ja, kijk, zondag was natuurlijk een moment wat voor ons als club en ook als spelers heel belangrijk is geweest. En ik heb er nooit de intentie mee gehad om mensen te kleineren of pijn te doen. Het was meer een ludiek moment en ik denk dat dat het juiste moment was om het te doen. En that's it eigenlijk. Had je wel zoiets van, deze ga ik inzetten? Nee, ik moet eerlijk zeggen dat gewoon puur in me opkwam op dat moment en op gevoel. En 12 jaar niet gewonnen van Vitesse en het is zeker niet bedoeld om... Want ik zou het doodzonde vinden als Vitesse failliet gaat. Hè, want die derby is ook hartstikke mooi om te spelen. Maar het was wel even het moment voor ons om te pakken en ook even te vieren. We hebben toch een paar momenten gehad dat niet kon. En dan kijken we naar de wedstrijd van zondag, PEC Zwolle. Ja, want het is een belangrijke wedstrijd als je kijkt naar de stand. Want je kunt die 5e positie vasthouden. Hè. Zeker als Ajax verliest, dan versterk je hem alleen maar. Belangrijk dus. Ja, zeker. We spelen als laatste, zoals je zegt. Dus we hebben het geluk dat we eens kunnen kijken wat er voor ons gebeurt. Maar uiteindelijk telt maar 1 ding, is dat we zelf winnen. Doen we dat, dan staan we sowieso 5e met nog 4 wedstrijden te spelen. En dan hebben we denk ik alle kans om die 5e plek ook te behouden. Dat is natuurlijk de wedstrijd voor die belangrijke bekerfinale. Ga je daar toch iets anders mee om met zo'n wedstrijd? Nou, ik persoonlijk niet, als ik hier willen ben. Ik ben elke wedstrijd probeer ik gewoon goede voorbereiding te hebben. En ik kan niet over deze wedstrijd heen kijken. Dat lukt mij persoonlijk niet in ieder geval. Dus dat zit bij mij er niet in. Nou, is het spel de afgelopen 2 wedstrijden nog niet zo heel erg goed? Hoe ga je dat omzetten? Nou ja, daar zijn we natuurlijk in de trainingen wel mee bezig. En
Daar zijn we wel van doordrongen dat we aan de bal beter moeten zijn. Hè, zoals we eigenlijk ook tegen PSV wel waren. Dat moet terugkomen. Dus ja, dan gaan we terug naar onze eigen principes wat we goed kunnen. En dat moeten we proberen zondag tegen Zwolle te doen. En met de terugkomst van één of twee spelers, dat helpt natuurlijk ook. Hè, daar word je ook iets frisser van als ploeg. Verwacht ik dat we daar stijgende lijn in pakken. Nou, laten we dan bij die twee spelers maar beginnen. Want wie keren er terug? Kelvin is natuurlijk vanuit schorsing teruggekomen. Dirk komt terug vanuit zijn blessure. En uiteindelijk Bram, die niet fit was. Een aantal keer niet getraind heeft deze week, is er ook bij. Dus eigenlijk drie. Ja, en dan zijn we natuurlijk benieuwd. Hebben de supporters er een beetje vertrouwen in voor komende zondag? Nou, dan vraag ik even aan Thijs. Thijs, hebben we er vertrouwen in? Ja, zeker. Ik heb er echt superveel vertrouwen in. Ik denk dat het zelfs een hele mooie wedstrijd kan worden. Ter voorbereiding voor de beker. Ja, ik denk dat het zelf 2-0 gaat worden tegen PEC Zwolle. Goed, supporter Thijs heeft er dus vertrouwen in dat het goed gaat komen tegen PEC Zwolle. Dat gaan we zondagavond hier meemaken in de Goffert. Er wordt om 8 uur afgetrapt hier. Kun je er niet bij zijn, RN7 is er wel bij. Dus dan kun je meeluisteren op de radio. Daarna natuurlijk ook weer een NEC-update met interviews. Nog even één ding, heel belangrijk. Want vanaf zaterdag, morgen dus, kun je stemmen op de rood-groen-zwart top 50. Wat is jouw favoriete NEC-nummer? Je mag er ook 2 of 3 doorgeven, maar waar denk je gelijk aan NEC aan? Of richting die bekerfinale? Geef dat door via rn7.nl. En zaterdag 20 april gaan we hem dan uitzenden tussen 12 en 6. Dan hoor je de 50 meest gekozen NEC-nummers voorbij komen om alvast in die stemming te komen voor de bekerfinale. Dus stemmen dus op rn7.nl. Vanaf zaterdag kan dat een hele week, een stemweek, richting de rood-groen-zwart top 50 volgende week zaterdag. En dat was hem dan, de NEC-update. En oké, voor de supporters nog één keer meest bedanken. Graag gedaan, graag gedaan. Hey, dankjewel, hè. Succes. Tot de volgende.